Toch, hè, hoe gefrustreerd zal die zijn, advocaat, dat nu de competitie weer begint, hij nog geen versterkingen heeft mogen verwelkomen? Nou, als hij dat is, dan weet hij het aardig te verbergen. In ieder geval op de persconferentie vanmiddag. Natuurlijk wil hij graag een spits erbij hebben. Dat wordt volgens mij een lastig verhaal, die jongen uit... Robert Bozinic, Hamburger SV, heeft €3 miljoen geboden. Nou, dat is iets meer. Ze hebben 3,1 miljoen geboden plus een garantie dat ze 8 ton bij betalen in de zomer. Dus dan ga je al richting de 4 miljoen. Maar die club in Zelina in Slowakije heeft gezegd, dat vinden we te weinig. Nee, want in de zomer, afgelopen zomer, is er al een bod geweest van CSK Moskou, wat bij elkaar ongeveer een kleine 5 miljoen bedroeg. Dus als Feyenoord daarin mee moet, plus nog een agent die betaald moet worden, de salaris over 4 jaar, dan ga je richting een investering van 8, 9 miljoen euro voor zo'n speler. Dat geld heeft Feyenoord niet. Dus nee. Ik vrees eerlijk gezegd dat dat een lastig verhaal wordt. Ja.